Ik ben Shema, ik ben een studente aan Karel de Grote Hogeschool en ik studeer geschiedenis en projectkunstvakken. Ik heb van kleins af aan eigenlijk al willen lesgeven. Het is altijd eigenlijk een soort van passie geweest voor mij. Ik was ook altijd goed in presentaties en voor de klas staan. Ik werd er eigenlijk ook wel een beetje voor klaargestoomd in het secundair, omdat ik sociale technische wetenschappen heb gevolgd in Lier. Het was eigenlijk wel een goede vooropleiding die ik heb gehad. Je moet zeker geen bang hebben om examens te doen. Er is wel een groot verschil tussen het secundair en hogeschool. Je krijgt namelijk heel veel herkansingen. Het is de bedoeling dat je met studiepunten werkt en dat je die studiepunten aan het eind van het jaar ook terug probeert te winnen. We hebben ook een hele grote keuken, een grote cafetaria, een soort van wereldkeuken met allerlei specialiteiten. Halal food, we hebben ook vegetarisch eten. Dat hangt eigenlijk af van persoon tot persoon. Sta je graag voor de klas? Ben je sociaal? Werk je graag met anderen? Kan je heel goed luisteren? Kom dan zeker de lerarenopleiding doen hier in Karel de Grote.